Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 7 september 2016. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag morsen in de uitzending en een SSTV plaatje in PD120. Dit is nogmaals de nieuwe versterker van PI3UTR, maar dit keer op de plek waar hij ook staat te werken. Op de achtergrond zijn de landerijen, 350 meter lager, goed te zien. Vandaar het iets grotere formaat dit keer. In Mexico zijn twee noodfrequenties op 40 meter in gebruik met het verzoek aan amateurs om deze vrij te houden. Het gaat om 7060 en 70120 kHz, dit vanwege de tropische storm Newton. Deze storm neemt gaandeweg overigens wel in sterkte af. Het bericht is al wat ouder, maar twee weken geleden bezweek het relais ON0VA onder de temperaturen van de hittegolf van dat moment, zo meldt digitalvoice.be. Het D-Star relais had er overigens al 52.000 uur op zitten, dat is 6 jaar van onafgebroken werken. Het relais wordt nu met spoed gerepareerd om klaar te zijn als de Kenwood D-Star Porto THDH74 beschikbaar is. Bij dumphandel Militaria voor jou in Zutphen kun je 4 meter zendontvangers kopen van Telefunken. Helaas met een ongebruikelijk 20 kHz kanaalraster, maar wie weet past dat wel voor je lokale frequentie. Het gaat om een FUG7B van Telefunken dus. Je ziet vaker dit soort apparaten in de dump, zoals de Rakel Cougar, ook voor 4 meter bij Baco. Militaria for You is een bedrijf dat toch wel erg leuke dingen heeft af en toe. Zo kun je er telexmachines kopen voor niet al te duur, ouderwetse wortelenstampers dus, mechanisch. En ze hebben momenteel zelfs een BC603. Wie kent dat apparaat nog te koop staan? Deel 15 van de serie over digitale modus. We hebben het al gehad over RTTY. PSK 31 kun je eigenlijk zien als een moderne variant van RTTY, hoewel beide systemen naast elkaar bestaan. PSK 31 is een van de populairste digimodus op de korte golf amateurbanden en niet zonder reden. PSK 31 is in 1998 bedacht door een Engelse zendamateur Peter Martinez, G3PLX, die er ook de naam PSK 31 aan gaf. Het is dus in tegenstelling tot bijvoorbeeld RTTY een door amateurs bedachte modulatiesoort. Martinez borduurde voort op een systeem dat ook al met 31 baud snelle BPSK-modulatie werkte. Dat was bedacht door de Poolse zendamateur Paweł Jalocza, SP9VRC. Het systeem werd door Martinez geïntroduceerd in december 1998. Bij RTTY wordt met FSK gewerkt, waarbij de frequentie varieert tussen twee toonhoogtes, of zoals het uitgezonden wordt, tussen twee zendfrequenties. Bij PSK 31 wordt in plaats daarvan gewerkt met een patroon van polariteitsdraaiingen van het signaal. Dat wil zeggen, de fase van het signaal wordt bij zo'n wisseling met een hoek van 180 graden gedraaid. In de praktijk is het een systeem waarvoor je een computer nodig hebt met een SSB-zendontvanger. Een oude computer of een embedded computertje heeft overigens al genoeg rekenkracht. Net als bij de SSTV-beelden in deze uitzendingen wordt het signaal als audio gegenereerd. En dat audio wordt bij zenden aan de microfooningang toegevoerd en bij ontvangst aan de luidsprekeruitgang van de ontvanger ontfutseld. Normaal gesproken wordt hiervoor een SSB-zendontvanger gebruikt, hoewel er geen reden is waarom het met een andere analoge modulatiesoort zoals FM of AM niet zou werken. Bij een SSB-zender resulteert dat in één redelijk constante draaggolf waarvan de fase nauwelijks hoorbaar varieert. PSK 31 is ongelooflijk smal. Voor FM moet je 12,5 kHz verderop gaan zitten om een station op de frequentie ernaast niet te storen. Bij SSB is dat krap 3 kHz, 3000 Hz dus. Bij PSK 31 kan een volgend signaal zonder vervelende gevolgen echter 100 Hz ernaast zitten. 100 Hz? Vanwege die supersmalle bandbreedte is PSK 31 ook goed bestand tegen ruis en storingen. Er bestaan echter in sommige programma's voor FSK ook varianten als PSK 10 en PSK 05. Die zijn nog veel smaller, waardoor de gevoeligheid voor ruis en storingen nog verder toeneemt, zij het ten koste van de snelheid van type. PSK 31 is overigens precies ontworpen op de snelheid waarmee de meeste mensen op het toetsenbord typen. Omdat je met een smalle bandbreedte een smalle ontvangstfilter kunt gebruiken, dat filter zit bij PSK 31 in de software, ontvang je dus ook minder ruis. Daardoor werkt het systeem ook al met kleinere zendvermogens. Met 5 tot 25 watt in een bescheiden antenne kun je al heel mooie verbindingen maken. Technisch gesproken vinden bij PSK 31 de fasesprongen plaats op symboolintervallen van 32 milliseconden. De fasedraaiing zelf vindt plaats bij het punt van de uitgezonden sinus met nul amplitude. Het signaal wordt aan de zendkant door de software nog extra gefilterd om te voorkomen dat het signaal door snelle overgangen onnodig breed wordt. Het signaal bij PSK 31 bevat een AM-component en er mag dus in de zender geen compressie plaatsvinden door bijvoorbeeld een ALC in het zendsysteem. En PSK door een speechprocessor jagen is ook niet een goed idee. Net als bij het Morse-alfabet zijn bij PSK 31 de letters die in het Engels het vaakst voorkomen het kortst. De symboolsnelheid van PSK 31 is 31,25 Hz. Net als bij RTTY beschikt PSK 31 niet over een foutcorrectie. Een kort stukje PSK klinkt dus ongeveer zo.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 's ochtends herhaald.